Dit jaar bestaat de Nijmeegse homo-jongerenorganisatie DITO 40 jaar. Het is de oudste regenboog-jongerenorganisatie die nog actief is. En deze mijlpaal wordt gevierd met een expositie in Bibliotheek De Maaienburg. DITO, voorheen Pinkeltje, bestaat dit jaar 40 jaar. De expositie in de bibliotheek biedt een inkijkje in de geschiedenis van de organisatie. In samenwerking met het Lesbisch Archief Nijmegen hebben wij een expositie samengesteld. Ze hebben verschillende interviews met oud-leden, waaronder de oprichter en een paar oud-voorzitters gedaan. En daarvan staan samenvattingen en teksten ook in de expositie met wat oude foto's uit hun eigen bestuurs- of ledentijd. Er wordt een beetje toegelicht wat er veranderd is door de jaren heen, maar wat ook hetzelfde is gebleven. Want veel kernwaarden van DITO die zijn hetzelfde gebleven. Net als vroeger biedt DITO een veilige plek voor jongeren waar ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. In de jaren zeg maar, is DITO en voorheen Pinkeltje echt enorm gegroeid in een organisatie zeg maar, echt voor iedereen. In het begin zeg maar, zagen we heel erg veel terug dat het echt voor de homomannen was vroeger. En naarmate zijn er echt steeds meer soorten mensen bijgekomen, van vrouwen tot transgenders. En het is nu doorgegroeid, non-binaire personen, zeg maar, dat die voelen bij ons ook zich steeds meer welkom. En dat zien we enorm terug zeg maar, in de diversiteit aan mensen die hier bij DITO zich aansluiten. Nijmegen komt nu als eerste met regenboogroutes. Dit zijn routes waar de lokale geschiedenis wordt verteld aan de hand van stadswandelingen. Dat zijn een aantal routes door het stadscentrum van Nijmegen langs plekken die belangrijk zijn voor de queer geschiedenis van Nijmegen. Na 40 jaar hoopt DITO nog lang een rol te spelen binnen de samenleving. Ik denk dat het heel erg belangrijk voor ons is zeg maar, om nog meer diversiteit zeg maar, aan te trekken tot DITO. En dat zeg maar, mensen zich nog altijd zeg maar, veilig kunnen voelen in een safe space hebben zeg maar, waar ze zichzelf kunnen zijn. Maar ik denk dat we dat nog verder mogen gaan uitdragen dan dat het nu al is. En ik denk dat dat enorm belangrijk is voor DITO.